Hoi hoi, ik ben Peter Bierveld. Wat leuk dat je kijkt. Reis je mee met Atelier Lubin? Welkom op de allereerste vlog. En ik heb jullie gelijk ontzettend leuk nieuws te vertellen. Ik ben namelijk geselecteerd voor de Masters de la Boulangerie. Hoe gaaf is dat? In 2014 is dit avontuur eigenlijk al begonnen. In 2015 waren de voorronden voor de wereldkampioenschappen. En dat was de Coupe Louis de Saffre in Lille. Na maandenlange intensieve trainingen bakten we de sterren van de hemel. We hebben gewonnen van heel Europa en hebben ons geplaatst voor de wereldkampioenschappen. Februari 2016, toen was het zover. Toen hebben we als team mee mogen doen aan de wereldkampioenschappen tegen de beste landen uit alle continenten van de wereld. We hebben daar geen podiumplaats gehaald. Degene die toen in de prijzen zijn gevallen zijn Zuid-Korea, Taiwan en Frankrijk. Ook op de WK in Parijs werkten we als team. Dit keer was het thema sport. Officieel geselecteerd voor de Masters en ik wil jullie eigenlijk heel graag meenemen in de weg ernaartoe. Deze film is vanmorgen vrijgegeven. Hierin wordt uitleg gegeven hoe de kandidaten zijn geselecteerd en natuurlijk veel belangrijker, wie is er geselecteerd. Er zijn ook hier weer drie categorieën waar totaal 18 mensen vanuit de hele wereld voor zijn geselecteerd. Het grote verschil met alle eerdere wedstrijden is dat je dit individueel moet produceren. Er zijn drie specialiteiten. Brood, vuennerie en showstuk. Net als in alle eerdere wedstrijden neem ik het onderdeel brood voor mijn rekening. De zes kandidaten voor het onderdeel brood worden hier bekendgemaakt. De landen waar ik het tegenop ga nemen zijn Taiwan, Japan, Canada, Australië en Turkije. Op naar de Masters. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende vlog.